En met elkaar nemen we een minuut stilte in acht en hebben we een kleine herdenking. We kijken naar de beelden op dit moment die live worden uitgezonden. En ja, we wilden dit vooral om met elkaar, collega's onderling, maar ook met stadsgenoten bij het moment stil te staan en dit moment ook te delen met elkaar.